Ik ga jullie een kleine toelichting geven over de kazen. We beginnen met een Coulommiers. Het is een zachte en romige witschimmel. Uit het noorden van Frankrijk. Na 10 weken rijping heeft hij een kleine tint van een notensmaak. De tweede kaas is de Rauwvener. Zoals hier vermeld. Uit eigen land, uit Rauwveen. Het is een hele zachte oude geitenkaas. Dan gaan we verder met een gorgonzola pikante. Het is een gorgonzola, zoals veel van jullie ook kennen. Maar dan met een hele pittige